Waar is je? Willem die. Wat heb je nou om een bad? Wat is dit voor, nou? Voor de verandering, mijn naam hè? Is, Wim Breenbergen. Ik ben de vader van Willem. Tekenen, dat is mijn hele leven lang is dat een grote passie voor mij geweest. Heb jij de tekening al niet gezien? Nee, echt niet. Dit artwork niet. Oh, wat leuk. Dit zijn allemaal. Dit zijn dan uiteindelijk, maar dit is allemaal voor. Wauw, zie je dat allemaal? Hier, zo is het. Dat was mijn eerste, eerste schets die ik opgezet heb. Hier. Voor mij persoonlijk is dit geïnspireerd op een videogame. Die heet Skyrim. Ja, ik heb daar zoveel inspiratie uit gehaald. En een van mijn grootste hits, Dragonborn, heb ik daar ooit op geïnspireerd. En dat is toch een beetje voor veel mensen een track die ze heel erg aan mij koppelen. En ook wel een beetje part of my image geworden, zeg maar. En het spreekt heel erg tot mijn verbeelding. En ik vind dat artwork in zoveel Skyrim zo mooi. Dus ik vond echt, ik wilde heel graag die muurtekening die daar ook in terugkomt, wilde ik. Ik wilde mijn eigen muurtekening hebben, zeg maar. De storytelling, elk nummer zijn plekje geven, zeg maar. En met beelden een verhaal vertellen. Dus dat was eigenlijk een beetje de opdracht voor mijn vader. Doorgaans ontwerp ik wenskaarten voor een grote wenskaartenuitgeverij. Ja, en het is wel, dat is een heel andere stijl. Een beetje cartoonistische, cute, meer cute stijl. Dan dus iets heel anders dan dit. In mijn leven al heel wat afgetekend en geschetst en... ook modellen, portretten, schilderijen gemaakt. Dan is het wel heerlijk om dit een keer weer om dit een keer te doen. Ja. Dit is wel mijn persoonlijke favoriet. En volgens mij ook die van jou, hè? Ja. Hier, dit is hier zijn we volledig. Hier hebben we ook even over gedaan, want we hebben een paar. Ja, er was eerst een andere. Eerst was het deze. Met het idee we hadden een schild dragen, maar ik wilde eigenlijk. Ja, dit was een leuk idee. In het schild zou dan het logo van Netflix. Ja, alleen ik vond dat schild gewoon te groot oppervlak. En ik wilde eigenlijk meer een overwinningsgevoel dan een soort van een zwaar gevoel. En ja. Ik wilde eerder een bevrijding laten zien dan een soort struggle, zeg maar. Dus ja. Uiteindelijk is het echt dat open ding geworden, zeg maar. Dit is natuurlijk gewoon, ik vind sowieso gewoon dat hele eindresultaat is het mooiste artwork wat ik ooit voor iets heb laten maken, vind ik zelf. Weet je, ik vind omdat het zo persoonlijk is en zo mooi en mijn vader heeft echt fantastische tekeningen gemaakt en het is ook het feit dat mijn vader het gemaakt heeft, is natuurlijk weer super speciaal voor mij, weet je. Ik bedoel, ja, het is ooit begonnen met natuurlijk die tattoo, een stukje van mijn tattoo die ik getekend had. Ja. En daarna heeft hij, weet je, tekeningen voor Origins gemaakt. En ik heb steeds meer gaandeweg in mijn carrière van hoe meer je het dichtbij kan houden met de mensen, weet je, waarvan je houdt, hoe meer gevoel het krijgt en hoe persoonlijker het wordt. Dus ik vind het echt heel trots dat mijn vader dit heeft gedaan voor mij. Mijn vader heeft zelfs een keer dat is waar. In het Defcon Australië Anthem, wat ik ooit heb gemaakt, heeft mijn vader een gitaarstukje ingespeeld. Ja, klopt. En dat weten mensen helemaal niet volgens mij. Ja, dat klopt, ja. Als je ergens iemand een kaartje gaat versturen en je ziet en je gaat naar de kaartenwinkel en er staat WR onderaan de kaart, dan is hij van mijn vader. Ja, staat achterop design Wim Breenbergen. Ja. Headhunters.